De tijd dat er meer dan 100.000 bezoekers op de vestingdagen afkwamen is alweer even voorbij. Maar toch was er dit weekend genoeg te doen in Hellevoetsluis, waar het na de regen van vanmorgen gelukkig snel opklaarde. Vooral de diverse stoomvoertuigen vallen op. Mijn naam is Brussel Henneke. Ik kom uit Düsseldorf en ben dit jaar voor het eerst in Holland. Aan de burgemeester de eer om mee te doen aan een demonstratie van de reddingsbrigade. En dat is niet toevallig, want burgemeester Van Heiningen is ook voorzitter van de Nederlandse Zwembond. Ik vind als burgemeester die graag zwemt, dat weet iedereen inmiddels wel, leuk om mee te doen aan zo'n demonstratie. Dus ik ga het water op en zal daar als een als slachtoffer door de reddingshelikopter weer aan wal gebracht gaan worden. Hoop ik dan maar. En dan de kanonnen aan het Haringvliet, waar de kruiddampen ieder uur te zien zijn. Wij laten precies zien hoe de procedure van het afvuren van voorlaadkanonnen in rond 1850 ging. We beginnen zometeen met het reinigen van het zundgat, het sluiten van het zundgat. Daarna wordt het kanon gevisiteerd, daarna wordt het gewist, dan wordt de kruidlading aangebracht en de stopping geplaatst. Daarop volgend prikken we een gaatje in de lading, plaatsen het lont in het zundgat en vuren hem af. Toch zijn er ook geluiden te horen dat de vestingdagen niet zo spannend zijn als jaren geleden. En ook de bezoekersaantallen lijken wat tegen te vallen. Toch houdt de burgemeester de moed erin. Het is gezellig, een mooi familiefeest, s'avonds wat voor de jongelui. Mooie muziek, gezellig een biertje drinken of iets anders. Kortom, volgend jaar zeker weten weer een prachtige vestingdagen in Hellevoetsluis.